Hi, welkom bij het kanaal Tarot en Zo met Anna Miek. Anna met twee A's. Welkom. Je kan kijken naar de clip als je maan, zon of Venus erin staat. Of als het je ascendant is. Ascendant is zeer krachtig. Als je steeds clips zit te kijken en je denkt, ja, dit is beschrijvend. Ik wil ook wel eens een voorspelling hebben of wat diepere inzichten krijgen. Kijk dan naar waar planeten gepositioneerd staan in jouw geboortehoroscoop. De readings zijn energetisch, wat betekent dat ze tijdloos zijn. Dus je kan naar welke clip ik dan ook gepost heb kijken. Je kan de speellijst gebruiken als een soort tarotdeck. Klik maar op een clip waartoe je je aangetrokken voelt. En ik garandeer je dat er iets in zit wat je eruit kan halen. Het gaat er niet zozeer om dat er alles in zit. Details dat het klopt met jouw leven of met jouw geestestoestand of met je emotionele toestand op dit moment. Zie maar. Ga er speels mee om, zoals ik zelf ook speels omga met het maken van de clips. Wel serieus, altijd betrokken en altijd vanuit een open hart. De reden waarom ik deze clips doe in de eerste plaats is omdat ik onvoorwaardelijk gelukkig ben, levenslustig, rotsvast zelfverzekerd. En ik wil dat graag delen. Ik kan niet anders dan delen. Ik heb 5 planeten, positieve planeten, in maagd staan. In het 9e huis. Het huis van God, van het hogere denken, het hoger zelf, religie. Ik kan niet anders dan dienstbaar zijn en zuiver en puur zijn. Daarom heb ik er ook zo lang mee gewacht voordat ik het naar buiten bracht. Wat ik heb, wat ik kan, wat ik ben. Ik heb ruim 10 gaven en ik zet ze deels allemaal hierin. De grootste gave die ik heb, de gemakkelijkste voor mij ook, is dat mijn aanwezigheid alleen al geneest. Dus maak gebruik van de clips. En als je de inhoud niet leuk vindt, tune in op mijn energie of sfeer of hoe je het wil noemen. Je hoeft niet te luisteren. Je hoeft niet eens te luisteren. En genezing start al bij je. De reden waarom ik nu ook even een algemene clip doe, is omdat ik merk dat ik het toch wel erg veel druk vind voor mezelf om elke week 12 clips voor mijn Nederlandse kanaal en 12 voor mijn Engelse kanaal, Tarot Enlightenment, te posten. Ik wil er graag wat meer speling in hebben. En daarom verzoek ik diegenen die dit nu horen en de clips leuk vinden, maar niet geabonneerd zijn, om voor jezelf je toch te abonneren, zodat je niks mist. Want het kan best zijn dat ik dus een keer op een zondag pas ga posten. Of ik weet het niet. Soms neem ik 2 of 3 clips samen. Gebeurt niet zo heel erg vaak. De laatste 2 weken volgens mij helemaal niet zelfs. Weet ik niet meer. En daar zit evenveel in voor jullie dat als ik de clips individueel zou doen. Aan het einde van zo'n clip, altijd, tot nu toe in elk geval, trek ik ook een kaart individueel voor dat sterrenbeeld. Dus, en ze zijn vaak ook nog langer dan een enkele clip is. Minstens 2 keer zo lang. Dus ze zijn absoluut even waardevol als een individuele clip. Ik ga beginnen met Doreen Virtue, Past Lives kaarten voor je schudden. Ik ga niet naar vorige levens. Vrees niet. Of misschien zou jij het juist wel leuk vinden. Scorpioen, oeps, houdt wel van het mystieke. Nou, er komt 1 kaart heel duidelijk uit. Dit is echt niet te geloven. Atlantis. Wat doet het met jou, Atlantis, als ik dat zeg? Wat weet jij van Atlantis? Vast fascinerend. Je houdt van het mystieke. Er gaan zoveel prachtige verhalen over Atlantis door de ether. En ik heb deze kaart al getrokken voor Steenbok en voor Waterman. Dus waarschijnlijk wordt dit een korte sessie. Wel krachtig. En je kan dus die andere clips bekijken. En serieus, daar zit dan dus iets voor jou in. Ja, Schorpioen, die had ik dus precies deze volgorde met Waterman. Oké. Ik raad je dus aan om die andere clips te bekijken van deze week. Wil je de titels weten? Soms ben ik niet zo goed vindbaar op YouTube. Ik heb er zelf met op mijn eigen computer nog last van. Gaat die de anamiek ook verbeteren en zo? En dan ben ik verdwaald.
Klopt je geheugen, steenbok? Waterman, kijk iets beter. Ik weet niet of ik die titels aanhaal, maar... Mocht je die kunnen vinden, dan kan je hiernaar terugkijken. Een advieskaart voor Schorpioen die los dus staat van dit hele gebeuren over Atlantis. Je gaat het fantastisch vinden. Je gaat het echt fantastisch vinden. Vooral omdat ik bedoel, kom op, jij bent Schorpioen en ik trek de kaart Schorpioen. Dus daar waar ik het heb over Schorpioen... Ja, kijk. Het is iets groots voor je. Deze kaart staat, kan voor een heleboel dingen staan. Maar wat er nu in neonletters zo staat is groots, groots. Iets heel groots. Dit is echt iets heel groots voor je. Wat je hieruit gaat halen. Waarschijnlijk heb je altijd ideeën gehad over Atlantis. Vandaar ook dat ik het je vroeg. En, of over Schorpioen zelf. Ik ga het ook over de Schorpioen als sterrenbeeld hebben. Dus ja, ik verwijs je door. Ik kan ze technisch niet hier achter plakken. Omdat ze eerst gepubliceerd moeten zijn. De clips voordat ik ze achter een nieuwe clip kan zetten. Dus helaas zal je er even naar moeten zoeken. Maar mocht je daar geen interesse in hebben in die andere clips. Dan is hier de speellijst. En dan kan je die gebruiken als een, zoals ik net al zei, in het voorstukje. Als een tarot deck. Heel veel lies. En tot de volgende week.